een Jezus, ik kon niet uit mijn woorden. Hey mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom video. En vandaag starten wij weer een keer in de hoofdstad. Dat doen we meestal, maar we starten nu letterlijk in het hoofdgebouw. Want ik weet niet of jullie dit ooit hebben gezien, maar er is heel veel veranderd in groen. Dat is echt al een hele tijd geleden hoor. Maar er is wat ik wil laten zien in het hoofdgebouw. Wat is veranderd en daar wil ik eigenlijk heen lopen, zodat jullie dat kunnen zien. Dus daarom begon ik eigenlijk hier en niet ergens anders. Ik wilde dadelijk wel even ergens anders naartoe lopen. Dat is een dorpje die is gemaakt door iemand uit Telivia. En dat wil ik ook laten zien. Maar ik hoop dat jullie dit wel herkennen van een van mijn video's. Als je dat niet hebt gezien, dan kijk je gewoon eventjes. Ziet trouwens echt super vet uit zo. Wederom, het is nog niet af, nog steeds niet af, maar dat maakt niet uit, want genoeg tijd, weet je wel. Hier is een ingang bijgekomen en daar hebben wij eigenlijk de verjaardag van Mark gevierd. Dat is alweer een week geleden of zo, dat is best wel geinig. Dit was de ingang van, het is een soort van troonzaal / vergaderzaal. Heel goed, ik weet het niet heel goed, maar dit is het zaaltje wat Mark ervoor had gemaakt. En het ziet er echt super vet uit, vind ik zelf. Hier heb je dan de hoofdtafel. En als je denkt, daar staat een troon, nee, dat is niet waar. Misschien lul ik nu uit mijn nek en is dat... Nee, zie je, dat is niet waar, er staat geen troon. Ik vind de vloerbedekking echt super vet. Ik vind het dak ook heel nice gedaan. Ik vind het echt dikke props naar Mark weer. Mark, wat ben je toch een all-around MJ. Je bent echt een toffe banaan. Dit is een tafel voor wat zielige afgelegen mensen die hier lekker niet mee willen praten. En gewoon lekker op zichzelf met hun placemat willen eten. Dan gaan we hier, dus eigenlijk de hoofdtafel waar ook de koning zit aan de troon. En dan heb je dit, dit gevoel. Ik vind het echt een heel knus gevoel hebben. Want het is gewoon heel erg... zeker als je ook Optifine hebt, dan heb je ook die coole belichting. Want dat is gewoon zo. Dus ja, dat is eigenlijk wat Mark heeft gemaakt hier. Ik kan je laten zien wat hier zit. Want er zit namelijk helemaal niks. Of er wat gaat komen, tuurlijk. Alles komt denk ik helemaal vol. Dat terzijde... Deze deur kan je ook niet doorheen, dus je kan net zo goed weg eigenlijk, want dan kom je daar bij die troon. Volgens mij, oh ja, er was een heel podium opgezet en zo, dat was best wel geinig. Ik ga even kijken of die er nog staat. Voor de rest is er niet in de hoofdstad vrij weinig veranderd volgens mij. Ik ben de laatste tijd niet zo heel veel online geweest. Hij is al weg. Maar ik wil jullie best zeggen waarom ik veel afwezig ben op Kingdom als jij in Telivia zit. Ik ben nu weer naar school. Ik zit op het MBO nu, Grafisch Lyceum Rotterdam. Dus met camera en video editing. En dat vergt veel tijd, want ik zit soms van 8:15 gewoon tot 5:15 op school. En dan moet je er nog een uur en een kwartier reistijd aan plakken van tevoren en daarna. Dus dat is heel veel tijd dat van je neemt. En dan moet ik... Hey, what the fuck, van wie is deze kat? Kilgore's huiskat, oké. Maar in ieder geval... Dat vergt veel tijd. En dan moet ik ook nog huiswerk doen. Al is het huiswerk niet heel erg. Ik moest laatst een blog maken als huiswerk. Oké. Dan moet ik nog naar huis en zo. Dus dat is eigenlijk best wel kloten. Ik bedoel, en dan nog mijn YouTube kanaal die ik bij moet houden. En dan wil ik gewoon liever wat tijd steken in de dingen die echt nodig zijn. In plaats van de dingen die niet zo nodig zijn. In ieder geval, ik loop eventjes naar het stadje van Yannick, is de naam van deze kerel. En dan zie ik jullie daar zo meteen. En dan laat ik daar eventjes wat dingetjes zien. We zijn nu bijna bij het dorp. Ik heb er zo'n uur over gelopen. Het zat, daar is het Tolbrugdorp. En het dorpje zit vlakbij
Tolbrugdorp. En het is best wel een cool dorpje. Er zijn nu meerdere dorpen en steden aan de gang. Stefan, de andere hertog, is ook begonnen met de stad die hij graag wil bouwen. Samen met hertog Jan. En ik ga samen met de Kayaboy, hertog Kayaboy, en een stad maken. En dat is... we hebben zeg maar drie eilanden en dan is ieder eiland een hoofdstad. En wij willen echt een zieke hoofdstad neerzetten. En daar zijn we dus mee bezig. Ik weet niet wat dit allemaal is. Dat zal ik later nog wel even nakijken. Nu heb ik daar echt totaal geen zin in. Ik heb een beetje van Mark's video waar ik heen moest. Want ik heb natuurlijk een tijdje niet op Kingdom gechilled. Dus daarom... moest ik het echt van Mark hebben waar een beetje de shit is die nieuw is. Dus als jij Mark volgt, dan is deze video een beetje overbodig. Maar als je me gewoon cool vindt, is die natuurlijk niet overbodig. En ik hoop natuurlijk dat je mij gewoon cool vindt. En dat is gewoon... veel van die... ik vind het coole huizen, een soort van heksenhuisjes noem ik dat maar. Dit is gewoon hetzelfde. En het is inderdaad een soort van heksenhuisje. En dan zo'n cool boompje ernaast. En er zitten allemaal wat gaten in de grond. En we zijn bijna bij dat dorpje. Dit was een soort van voorposten volgens mij voor dat dorp. Hier, kijk, hier is het dorp. Hij is heel gaaf opgezet, vind ik zelf. Ik wist eerst echt niet dat dit dorp hier zat. Maar ik wist wel dat hij er was. Ik wist dat hij ermee begonnen was. Maar ik wist totaal niet dat dat dorp er was. Dus, hier is een soort van boerderijhuis. Een soort van stalachtig iets. Ik loop maar gewoon naar boven. Er zit hier een random... heerlijk. Er stond daar een random bed. En hier dan de farm. Klein farmachtig iets omheen. We springen gewoon naar beneden zoals een brandweer. En we lopen gewoon een beetje het pad af. En je hebt hier zo'n hele grote farm. Want dat vind ik altijd echt super gaaf. Daar kan je me altijd wel blij mee maken. En dan kom je een beetje een soort van... hoe noem je dit? Een soort van... Voor dorp of zo in. En dan hier heb je een grot. Daar ga ik zo wel even in. Ik loop eerst even naar de haven-achtig iets. Hier staan allemaal kisten met shit. En een boot. En dan lopen we even zo. En dan allemaal hier huisligorias. Oh my god, mijn broertje heeft hier een huis gekocht. Rijke tatas ook, hè. Ik koop hier gewoon allemaal huizen. Zo van YOLO, ik koop in elke stad een huis die er gebouwd wordt. De meeste mensen vinden dat ook hartstikke tof. Oh, hier loopt ook... Oh, nou vet. Dat loopt gewoon op een gegeven moment loopt gewoon dood. Ik meen het, dat is best wel vet. Dit is best wel een groot huis dit. Kun je hier nog naar beneden? Oh, dat is wel vet dit. Wow, dit is groot. Nice. Dat vind ik nice. Ik vind huizen die er vanaf de buitenkant dan zo super klein uitzien. En dan uiteindelijk loop je naar binnen en dan denk je... Wow, dit huis is zo fucking groot. Je had op een gegeven moment ook bij Harry Potter heb je een scène. Dan lopen ze... Ik weet niet of mensen Harry Potter hebben gezien, maar dan ga ik het nu uitleggen. Dus rustig maar, niet gelijk wegklikken. Dan heb je een scène en dan loopt Harry Potter met wat faggots. Die loopt een of andere tent in. En dan vanaf de buitenkant een hele kleine tent. En dan lopen ze uiteindelijk die tent in. En dan is het fucking groot. Heel veel kamers. Allemaal tafels en bedden en lounge dingen. Het is zo weird om te zien. Dit is trouwens super erg uitgebreid, heb ik het idee, nadat ik Mark's video heb. Oh nee, dit is dat stuk waar mijn broertje en zo woont. Laat maar, dat is een beetje mijn slechte illusie. Ik vind het echt een soort van doolhof, maar ik vind het heel erg nice opgezet. Daarom vind ik het ook een dikke props aan het dorp. En dit vond ik vet toen ik dit zag. Dit vond ik echt nice. Ik weet niet of dit een goede weg naar beneden is. Dus laten we het goed doen. Laten we het een keer goed doen, jongens. Dit is een soort van boothuis. En ik dacht op Mark's video, ik wil er zo graag in kijken. En dat ga ik nu doen in deze video. Het is een winkel. Het is geen huis. I'm sorry. Het is een winkel. En dan is dit de uitgang. Ik denk... dit vind ik sick. Ja, dit vind ik nice. Als je dacht van, wow, je hebt veel hout in je inventory. Ja, ik ben een boom aan het kappen voor mijn eigen stad.
Wat zielig, hè? Nou, er moet zeg maar een heel bos weg. Ik denk dat ik dat ook wel ga opnemen. Misschien zelfs dat ik bezig ben met de stad. Maar dat moet ik nog even kijken. Dus ik denk dat dit wel zo de Kingdom video was. En super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jij de Kingdom video leuk vond. En ik hoop dat ik je volgende keer weer kan zien in een nieuwe Kingdom update. Later. Hey mensen van Altijd Compilaties. Yo mensen van Altijd Compilaties. Yo mensen van Altijd Compilaties. Hey mensen van Altijd Compilaties. Yo mensen van Altijd Compilaties. Hey mensen van Altijd Compilaties. Hallo mensen van Altijd Compilaties. Hey mensen van Altijd Compilaties.